September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. I never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Just tell me the truth. Oh, Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Yeah, Mama. Some bad things go around. Papa had three outside children, had another wife, and that wife. Heard some talk about Papa doing some things on preaching, talk about saving souls and all the time preaching, dealing in death and stealing in the name of the Lord. Well, Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Dan heb ik gewoon ook een topavond gehad. Ik vond het sowieso te gek om de mensen weer terug te zien. Waar ik weken mee heb opgetrokken. En we hadden nog altijd contact. Maar zoiets als dit, dat brengt weer alles een beetje terug. En voordat we gaan eindigen, wil ik nog iets met de band doen. En met mijn vrienden eigenlijk van de X-Factor. Dus ik wil eerst weer de band naar voren roepen. En graag al een heel groot applaus voor de gitarist Erwin. Op de bas vanavond was Daniel. Huffrey was op de drums. En last but not least, op de toetsen, Arjan. Waar zijn mijn vrienden? Zo'n vriend heb ik niet.